voor de wereld van zijn we vandaag in Enkhuizen, waar we de Oriental Jazz Band volgen. Dus de wereld van de jazz. Woke up this morning, in the Momenteel in Nederland zijn het vooral oudere mensen die naar jazz komen luisteren, maar je merkt wel dat jazz steeds hipper wordt. Ja, wat is zo leuk aan jazz? Nou, sowieso is het gewoon hele toffe muziek en we hebben natuurlijk gewoon een hele toffe groep met allemaal vrienden en we reizen door heel Europa. Nummers als Summertime van Johnny Cash, spelen Falls in Prison Blues en Jackson, net als een nieuwe zangeres. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje nummertjes buiten die oude stijl jazz die wij spelen. En op die manier hopen wij het jonge publiek te gaan bereiken. Mensen willen gewoon weer een band zien. Ja. Dat zie je ja, eigenlijk overal wel. Bijvoorbeeld met Amy Winehouse, die heeft ook gewoon een band. En dat, ik ben er geweest. Nou, dat is gewoon hartstikke tof. Het is veel leuker dan een DJ die zijn e-mails staat te checken. En ik denk dat mensen dat ja, net zoals wij wel vinden. En dat wij er voor profijt van gaan kunnen, zeker weten. We hebben de oefenruimte ingeruild voor de dromedaris hier achter mij. Ze zijn nu aan het opbouwen en we gaan even naar binnen. Bewijs is eigenlijk vanavond is geleverd met de jongeren die hier allemaal naartoe zijn gekomen. En, wij vinden het een geweldige avond. Normaal gesproken buitenlandse spelers zijn vaak 40, 50 plus. En ik huis zie eigenlijk omdat ze de muziek kennen, is het hartstikke tof weer. Dus die jongeren genieten er ook van. Dus voor ons onze opdracht is om niet alleen in het huis de jongeren te trekken, maar ook in Nederland en ver naar buiten.